Nou, enerzijds past het boek in de traditie van mijn laatste drie romans als het over het personage gaat. Ik heb eigenlijk alle drie de laatste romans, dus Roundhead Tuinscène en Phone en dus nu dit boek. Daar gaat over een personage die eigenlijk in de knel zit, in een soort harnas vastzit en daar zich uit wil worstelen. Maar dat dan niet lukt. Of moeilijk is. Ja. Of niet lukt misschien zelfs wel, ja. Ja, in het geval van Roundhead, dat ging over de uitvinding van een uitvinder van de film, was dat duidelijk iemand die probeerde te ontkomen aan een zekere, de consequenties van zijn uitvinding, namelijk dat alles voorgoed zou worden vastgelegd. En hij wilde daaruit ontsnappen. En in het geval van Phone was het een wetenschapper die wilde ontsnappen uit het feit dat er maar één enkele versie is van de werkelijkheid. Wat zou betekenen dat zij vast lag aan een traumatisch verleden. En in dit geval is het een man die wordt opgesloten in de stelligheid van de tijd waarin we ons nu bevinden. Waarin eigenlijk het heel moeilijk is om nog het voordeel van de twijfel te krijgen. Wanneer je niet het debat volgt volgens de vastliggende lijnen. Het is een journalist. En hij verlangt terug naar de tijd waarin hij nog als opiniejournalist het debat kon aanzwengelen of een mening kon ventileren zonder zelf op een zijspoor gemanoeuvreerd te worden. Dat kan enigszins wel weer herleid worden tot het feit dat ik zelf jarenlang opiniejournalist ben geweest. En daarin is deze roman misschien een synthese tussen mijn literaire werk en mijn werk als opiniejournalist. Ja.